Cardioversie is een behandeling om het hart te resetten. Deze wordt succesvol en steeds vaker uitgevoerd bij de hartkliniek in Lelystad. Eerder moest je daarvoor naar het ziekenhuis. Ja, eigenlijk is het voor het eerst in Nederland zeg maar, dat we het echt buiten de setting van uh, ja, de ziekenhuismuren doen. Uh, we, hebben, uh, we doen uh, deze ingreep hier samen met een anesthesist, met een cardioloog en een aantal medewerkers. En uh, in principe zorgen we ervoor dat, uh, dat alles in een hele veilige omgeving gebeurt. De behandeling kan mensen afhelpen van boezemfibrilleren, waarbij de hartslag onregelmatig is. Met deze machine, dat is eigenlijk een hele geavanceerde AED, geven wij een schok. En uh, de machine houdt wel precies in de gaten wanneer de schok moet worden gegeven, en dat doen wij dan ook. En uh, die probeert uh, het hartritme te herstellen. Dus we een reset van het hartritme. En uh, nou ja, goed, omdat dat pijnlijk is, hè, worden mensen dan uh, tijdelijk uh, verdoofd, om het zo te zeggen, in slaapgebruik uh, gebracht. En uh, nou ja, meestal zijn mensen ongeveer nou, twee tot drie minuten in slaap en daarna komen ze bij. Patiënten worden van tevoren gescreend. Voor de veiligheid zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuis en ambulancedienst. Martijn Horen heeft de behandeling bij de hartkliniek vorige maand ondergaan. De huisarts zegt van ik zou de hartkliniek bellen, want die hebben meestal uh, snelle tijd. En eigenlijk binnen week had ik een afspraak om, uh, om langs te komen. Ja, dat was, dat was helemaal super eigenlijk. Want, uh, ja, je, kon, ja, je hebt snel uitslag en je weet waar je, waar je aan toe bent. Aanleiding om de behandeling in de hartkliniek aan te bieden is de soms lange wachttijd in het ziekenhuis. Die kan behoorlijk oplopen. Ja, dat wist een beetje per ziekenhuis en per, uh, per locatie natuurlijk, uh, waar in Nederland. Maar er zijn sommige ziekenhuizen waar wel een wachttijd van een half jaar is. In die tijd hebben patiënten vaak klachten die hun leven moeilijker maken. Ze hebben vaak minder energie, zijn daardoor snel moe en hebben last van hartkloppingen. Een vlotte behandeling is daarom fijn. Ja, je hebt kwaliteit van leven weer terug. Je kan gewoon weer je ding doen wat je altijd deed. De behandeling is als pilot gestart bij de vestiging van de kliniek in Lelystad. We willen het graag uitbreiden naar de andere locaties. En we denken zelf dat het binnen een half jaar tot een jaar wel mogelijk moet zijn.